gaan nu even schakelen naar het Museumplein, want daar is onze journaalcollega Marieke de Vries. Marieke, daar, bij jou. Hoe is het daar? Tom, het is een enorm feest. Zo'n 100 tot 125.000 mensen zijn inmiddels in Amsterdam onderweg naar het Museumplein. Politie heeft al gezegd, kom nou alsjeblieft niet nog meer mensen. Er zijn nog treinen onderweg, de perrons zijn nog vol. De NS roept inmiddels om, alsjeblieft gaat u gewoon naar huis, want u komt er niet meer bij. Dat heeft aan de ene kant te maken met de veiligheid natuurlijk. Zo'n grote mensenmassa moet je toch voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant wil Amsterdam ook mensen niet teleurstellen. Dat als ze hier nog naartoe komen, dat ze gewoon toch weinig te zien krijgen op die schermen. Maar wat je hier te zien krijgt is, nou ja, van een oranje schoonheid. Ik kan niet anders zeggen. Mensen staan op de daken. Ik zie spandoeken waar bijvoorbeeld op staat Piet Hein het zilver, nu Bertje het goud. En ik sprak net, wij staan hier op een soort perspodium met allerlei internationale pers. Ik sprak net heel even met een verslaggeefster van CNN. Ik vroeg van, nou ja, leeft dat dan in Amerika ook? Willen mensen dat zien? They are the best supporters in the world. This Dutch Square is the best. En ze schakelen continu naar haar omdat ze dit feest ook niet willen missen. De bus van het Nederlands elftal, live beeld, dames en heren, uit Johannesburg. De bus met de 23 spelers van het Nederlands elftal en de begeleiders en de technische staf die op weg zijn naar de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière. En daar in de verte, daar aan de rand van Soweto, daar doemt het stadion. Kijk, daar heb je het. Ze zijn er bijna hier bij het stadion. Koninklijke Hoogheid, vindt u het ook zo spannend? Nou, ik kan... De zenuwen gieren gewoon door mijn keel en hartkloppingen en alles. En ik heb precies dezelfde kleren aan als bij Denemarken en Nederland, als bij Uruguay en Nederland. Dus het moet gewoon gaan lukken. En ik weet het bijna niet meer op dit moment waar ik moet kijken. Ik ben zo ontzettend zenuwachtig. En bijgelovig dus. Nou ja, ik draag mijn hele kleine steentje eraan bij. Maar uiteindelijk is het toch het Nederlands elftal, het andere oranje, wat vanavond voor ons hier het echt moet doen. En ze hebben in ieder geval al ons een maand lang, vanaf begin juni, hebben ze ons een waanzinnige tijd bezorgd als Nederland. Ik denk dat we trots mogen zijn dat ze hier staan, dat ze in de finale staan. En als ze dat extra schepje nog even erbovenop hebben, dan kunnen we allemaal een waanzinnig feest hebben in Nederland. En ik hoop dat iedereen in Nederland ook er een waanzinnig mooi en gezellig feest van maakt. Straks klinkt het Wilhelmus. Daar wordt de koning van Hispanje ook genoemd. Hoe is eigenlijk de rivaliteit tussen beide koningshuizen? Is die, hè? Nou, dat was natuurlijk het verhaal van Willem van Oranje uit de tijd dat hij in Nederland als vertegenwoordiger van de Spaanse koning aanwezig was. Een beetje geschiedenisles. Heeft niet zoveel te maken met de huidige relatie tussen het Spaanse en het Nederlands koninkrijk. Die is heel goed. Wij hebben elkaar vandaag ge-sms'd en ge-e-maild. En we hebben gezegd dat 2 keer 45 minuten en misschien nog 30 minuten daarna kijken we elkaar even niet aan. Maar daarna zijn we even goede vrienden weer. Prognose? Doe ik niet aan. Het is fantastisch. Ze hebben ons een heel mooi toernooi gegeven. We kunnen ontzettend trots zijn op het Nederlands elftal. En op dit moment gieren de zenuwen door mijn keel. Dus ik kan bijna niks meer normaal zeggen. Het zijn er geen 100.000 zoals op het Museumplein worden verwacht vanavond. Maar ik schat 5.000. En ze zijn al helemaal door het dolle heen hier op het Oranjeplein. Achter mij Soccer City. Mag ik je nog wat vragen? Ja, zeker. Heb je naar je zin? Uitstekend. Ik ben hier al de hele ochtend. En één groot feest. Goede reis gehad. Uitstekende reis via Londen. Lang, goed. Dit wil je niet missen. Geweldig, hè? Ja, uitstekend. Mooi moment om erbij te zijn, hè? Uniek. Nooit vergeten. Nou, je ziet het. De sfeer is... zit er goed in, heer. Kampioenen. Misschien worden we dat vanavond. We gaan even snel nog kijken op het Museumplein. Dit zijn de mensen hier. Kunnen we even naar het Museumplein gaan om te laten zien hoe het daar is? We hebben al een beeld gezien eerder. Nou, vanuit de lucht. Het Museumplein met het Van Gogh Museum en het Concertgebouw. Dit is echt iets, dit is niet te vatten bijna. Dit is zo verschrikkelijk mooi. En daar worden bloemen uitgestort. Uit de helikopter kennelijk. Bloemen uitgestort, oranje bloemen. Over de mensen, over de... Naar schatting meer dan 100.000 mensen. Wat fantastisch is dit, zeg. Dit is toch fenomenaal. We maken het mee. En de mensen daar beneden maken het ook allemaal mee. Iedereen in Nederland maakt het mee. Honderden miljoenen mensen
over de hele wereld. En zij zijn misschien wel over, nou, dik 2 uur wereldkampioen. Dat zou kunnen. De finale Nederland-Spanje. Dames en heren, die staat op het punt van beginnen. Je voelt dat de spanning toeneemt. Je voelt dat de mensen nu gaan staan voor het Nederlands elftal die uit de catacomben komt. Al zijn een peloton soldaten dat met een missie naar het front gaat. Het front dat Spanje heet en het front dat men wil gaan verslaan. En sterker nog, men is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Daar zien we de koppies van de Zeeuw, de bondscoach, Cocu, Kokkievoorn. En daar gaat het direct gebeuren. Het zwelt aan. Men voelt het. Daar komen direct die matadoren die die wereldtitel naar Nederland moeten gaan halen. Wat zou het zijn na 74 en 78 verloren finale. En daar komt Oranje op het veld. Daar is het Nederlands elftal. En dat is zo mooi om te zien. Dat geeft zo'n fantastisch gevoel. Je krijgt er echt een brok van in de keel. De hele dag ben ik bezig geweest met dat gevoel van, ja, gaat het leven? En nu leeft het. Oh, wat leeft dat? Daar lopen ze, de 11 man. Hoe is het mogelijk? Voor het toernooi geef je nummers aan de spelers. En nu staan ze er 1 tot en met 11. Alsof alles zo bedacht is. Alsof alles zo moest zijn.